Goede avond. We gaan een nieuwe vlog opnemen. Want we gaan vanavond naar Graffiti for You. En ik moest even wat boodschapjes meenemen. In de tas heb ik lekkere biertjes. Kijk eens, er zit ze. Ijskoud. En dan zeg je straks even op video. Dan vraagt Noordy waarschijnlijk of ik mijn microfoontje bij me heb. Dat ben ik de laatste keer heel vaak vergeten. Dus dan zeg ik dat ik hem niet bij me heb. En dan wordt hij gek, want hij heeft 3 microfoontjes nodig. Want vanavond 3 mensen, maar hij heeft er nu 2 mee. Dus dat lukt dan allemaal niet. Ah jongen, wat ben je vergeten? Let maar op. Ik hoop dat ik het vastleg. Dat wordt lachen. Hey, hij was weer te laat. Helemaal niet. Ja, ik sta voor het stoplicht. Die kan nu makkelijk instappen. Nee, ja, kom hier langs me heen. Maar toch niet. Je moet toch nog in of zo. Ik zit nu in de auto en ik moest biertjes meenemen. Ja. Posten en... Ik heb glazen. Heb jij een microfoontje bij je, Bas? Ach, kut. Vergeten. Kerel, dat ding ligt echt al een half jaar bij jou. En elke keer zeg je, ja, ik neem mee. Komt er al. Ja. Nee hoor. Oh, dit doet een wheelie. Nee, grapje Noordy. Ik heb hem wel bij me. Oh. Eindelijk, hè? Nou. Mocht ook wel een keer. Prank mislukt. Ik zit jullie laatste in de podcast te vertellen dat wij het meest open YouTube-kanaal zijn van Nederland. Wij delen alles met jullie. We zijn eerlijk, we zijn gewoon spontaan, we zijn gewoon, hè. Stapt Noordy net de auto uit, zegt hij tegen mij. Vraag ze meteen nog even wat ik als avondeten gegeten heb. Dus zo meteen ga ik dus helemaal vegen voor de vlog van jullie. Van, wat heb je voor avondeten gehad, Noordy? En dan komt er waarschijnlijk iets heel grappigs. Ja, ik denk dat er toch uiteindelijk geen YouTube-kanaal bestaat waarin dat soort dingetjes achter de schermen niet gezegd worden. Het spijt me. Wat heb jij eigenlijk gegeten vanavond? Om precies te zijn, mijn moeder had nog een bak bloemkool over. Echt gewoon voor 3 personen, weet je wel. Ja. En ik had nog boterhammetjes, 3, ja. Want die had ik gesmeerd. Maar op mijn klus vandaag kreeg ik al bammetjes, die had ik over. Okay. Dus ik heb lekker een bord bloemkool gegeten met 3 boterhammen. En een bakje vla. Jongen. Nou, dat is toch weer even goede vitamintjes binnen, toch? Dat is content. Dat kun je wel zeggen. Jij kan er tegenaan met je spuipen straks. Zeker. Hoppie. Ja, we zijn op de locatie. En moet je dit eens bekijken. Ja. En hier aan de andere kant. Daar is het interviewtje opstelling. Ja, we zijn klaar. Ik heb dorst. Alleen de biertjes nog. Let's go. We hebben net een klein interviewtje gehad met de Graffiti meneer. We gaan nog even wat shots maken van zijn werkplaats. Als bierrol, zoals we dat noemen. En dan gaan we de boel weer opruimen. Van bier naar een capricinnetje. Daar zitten we weer. Dat was gezellig, hè? Een biertje gedronken met... Dat was zeker leuk. Graffiti for You. Ja. Hij houdt niet van IPA'tjes, zijn we achter. Nee. Dus nee. Deze trippels er tegen IPA aan vond hij eigenlijk ook smerig. Klopt. Maar hij heeft het doorgezet. Maar dit was dag 1 en donderdagochtend gaan we weer. Ja, dit is part 1 en part 2 wordt nog bijzonderder. Dan gaan we tegen de muur aan spuiten op een, toch eigenlijk wel een illegale plek. Wat voor video wordt dat? We gaan tegen de muur aan spuiten? Ja, met de spuitbus. Oh, met de spuitbus, oké. Okay. Oh, busje langs. Lijn 2. Dat past precies. Goeiedag, Eem. Ja. Dat past precies. Nou, tot volgende week, hè? Ja, tot donderdag. Tot kiekers. Welkom bij deel 2 van de vlog. We zijn nu in, we zijn weer in Zwolle, we zijn weer op pad. We zijn nu met een maker. We gaan ons nieuwe logootje gaan we hier mooi op een muurtje knallen. Hier om de hoek, bij het water, bij de brug. Het waait hier wel een beetje, dus we moeten een beetje schreeuwen. Ja, dan gebeurt het. Wat hebben wij ons logo mooi neergezet, hè? Nou, ik dacht, kijk, bewijs dat ik ook wat gedaan heb. Twee stroken. Gewoon onder u. Politie met sirene. Ja, Noordie, dat geluid niet, maar het is wel altijd wel. Geheid dat hij even kwam kijken. Ja, kijken we even, joh. Ja. Yes, we zijn inmiddels weer terug op kantoor. Ik denk inmiddels al wel zo'n 5 uur. Maar, hè, Noordie, we moeten de vlog nog even afsluiten. Ja, ik heb trek. Ja, hè? Het is een lange dag geweest. Een mooi feitje. Ik ben momenteel met de sketch bezig die wij opgenomen hebben in de pub. Hij wordt best grappig. Misschien wel een viral hit. Dat denk ik ook wel. Bedankt voor het kijken. Bedankt Gilbert. Bedankt Gilbert. Thank you for you. Kevin, ja. Op zijn Insta. En tot kiekers. Adieu.